5 COVID-doden in 24 uur is een recordaantal in de derde golf. Dit benadrukt minister Amr Ramadien van Volksgezondheid. Behalve de 5 doden zijn er 80 nieuwe positieve cases bijgekomen. De bewindsman zegt dat de meeste overledenen van de intensive care komen. Volgens hem komen deze mensen te laat in het systeem van behandeling. De mensen blijven vaak met symptomen thuis. Dat is juist die tijd waar je moet ingrijpen. Wij geven in Suriname, we hebben een behandelprotocol. Wij geven wat preventieve medicatie. Wat medicatie welke ondersteunend is naar het immuunsysteem, naar de bloedstolling, etc. En die medicatie geven ze al vroeg in de behandeling. Dus wat mij is verteld gisteren, is dat de mensen bijvoorbeeld, ik heb gevallen gezien van personen in de intensive care, die op dag 7 aanmelden van ziekte. Dus wanneer iemand, een jongeman van 34 jaar, die aangeeft pas na 6 dagen te gaan testen, had weinig symptomen, dat het griep was, na 7 dagen. En het gaat dan heel snel naar die fase. En binnen 1-2 dagen belandt zo'n persoon in de intensive care. De outcome daarna is minder goed dan als je eerder was geweest. Ramadien zegt dat de specialisten van de IC er alles aan doen om de mensen te genezen. Maar de aanmelding is volgens rapportage van de ziekenhuizen in de meeste gevallen te laat. De bewindsman wil dat hierin verandering komt. Dus daar moeten we gaan scoren op vroeg gaan testen. Dat hebben we steeds gezegd, vroeg testen. Maar ook als je getest bent, verdwijn je uit het systeem. Ga ook niet. Wat je ook niet moet doen, want dat heb ik ook gehoord. Iemand die positief getest is, is de volgende dag gaan vaccineren. En die dacht, ik ben positief, dus laat mij gaan vaccineren. Dat is de grootste fout die je kan maken, want je krijgt dan eigenlijk een vervelende situatie. Dus dat moet je absoluut niet doen. Vaccineren is preventief. Vaccineren doe je wanneer je nog geen COVID hebt gehad. En ook al heb je COVID gehad, dan moet je even wachten, want dat is nu het protocol. Dus wanneer mensen ziek worden, wanneer je positief getest bent, ga niet rennen om te vaccineren, want dat is niet de bedoeling. Je vormt een grote kans voor verspreiding daar, maar ook belast je lichaam eigenlijk onnodig met een vaccin. En dat is ook niet werkzaam. Want feitelijk bouw je al door een besmetting al natuurlijke immuniteit op. Dus het heeft geen zin om nog een kunstmatige vorm toe te passen van immuniteitsopbouw. Dus, en die persoon is ook in de IC beland. Dus er zijn situaties waar wij zeker rekening moeten houden met die informatievoorziening al vroeg. De minister benadrukt dat de handhaving van de COVID-19 maatregelen belangrijk is, omdat de COVID-situatie heel zorgwekkend is.